Hey, goeiedag. Daar ben ik weer met het tweede Lush Vraag maar Raak filmpje. Ik ga meteen beginnen. Ik heb een vraag gehad van Sandra 1900. En die wilde weten wat de meest neutrale massagebar is van Lush. In principe moet ik je vertellen dat alle massagebars toch wel geparfumeerd zijn, in de zin van dat ze geur hebben, dus dat ze een geur afgeven. En er is er eigenlijk geen eentje die geen geur heeft. Degene die de minste geur afgeeft en die het meest neutraal is en het minst zwaar is of heftig qua geur, dat is de Therapy massagebar. En die ruikt licht naar lavendel, een beetje citrus. Echt heel erg lekker. Dat is een ovale massagebar met drie dopjes op de bovenkant. En ik zou hem eens uitproberen. Dan heb ik van Tess Wasberry de vraag gehad, hoe gebruik je dan zo'n massagebar eigenlijk? Nou, daar is die weer, mijn favoriet. Het is ook zo'n snoepje. De Strawberry Feels Forever. In principe smelt een massagebar op lichaamstemperatuur. Dus hoe warmer die wordt op je huid, ja, hoe sneller die eigenlijk zeg maar de olie gaat afgeven, die je dan vervolgens kunt gebruiken om te masseren. Wat je kunt doen is hem direct op de rug, schouders, hoofd, knieën, teen van degene smeren op wie je masseert. Dus dat betekent dat je op deze manier over iemands rug heen gaat, benen op. Goed, welk plek je dan ook wil gaan masseren. Maar je kunt ook op deze manier de massagebar warm maken, zodat de olie vrij gaat komen. Overigens is een massagebar ook gewoon hartstikke lekker op dit moment met de kou als bodylotion. Dus dat zou ik ook zeker een keertje proberen. Kortom, gewoon een hartstikke leuk product. Oh ja, mocht het heel erg warm worden ooit nog hier in Nederland, ik kan me nu op zich weinig bij voorstellen. Maar mocht het zo zijn, bewaar hem dan in de koelkast. Want ook bij hoge temperaturen wordt hij wat zachter, kleveriger en heb je kans dat je niet zo heel erg veel overhoudt van een massagebar. De volgende vraag is van Serena. Die vroeg zich af, joh, ik koop wel eens van die verse maskertjes. Dat zijn deze, die potjes. En daar zit natuurlijk zeg maar een beperkte houdbaarheid op. Die maskertjes zijn gemiddeld 3 tot 4 weken houdbaar. Ik gebruik ze zelf wel iets langer, moet ik bekennen. Maar omdat niet iedereen natuurlijk iedere week een maskertje gebruikt, gooien mensen toch vaak een gedeelte weg. En dat is natuurlijk zonde. Wat je kunt doen is een gedeelte van het potje overgooien in kleine Lush proefpotjes. Die kun je gewoon erbij vragen. Dus als je een maskertje koopt, vraag even 2 testerpotjes. Daar schep je dan vervolgens een klein beetje van het masker in. En dan zet je ze in de vriezer. Nou is het zo dat de werkzaamheid de actieve bestanddelen van het maskertje iets minder goed werken. Maar het is zeker niet zo dat het masker werkeloos of geen zin meer heeft. En ik zeg maar zo bewaren of invriezen zal het beter als weggooien. Dus dat zou ik zeker een keertje proberen. Wat je natuurlijk ook kunt doen is gewoon lekker een maskertje samen met een vriendinnetje aanschaffen. En doormidden zagen en allebei de helft gebruiken. En tot voor zover de maskertjes. 5 van deze potjes betekent trouwens een nieuw vers maskertje. Dus gooi de potjes niet weg. Jootje die vroeg zich af of alle Lush producten in de koelkast bewaard moeten worden. Nee. In principe is het zo dat alle producten, behalve natuurlijk de verse maskertjes, gewoon buiten de koelkast bewaard kunnen worden. Dus lekker in je badkamerkastje. Wat je wel kunt doen, zoals ik net al een beetje aangaf bij die massagebar, dat is dat echt producten die kunnen smelten van de zomer, die kun je het beste gewoon dan eventjes in de koelkast doen. En dat betekent natuurlijk de massagebars, maar dat zou ook voor een badmelt kunnen betekenen. Of voor een bodybutter of voor een vaste scrub van die blokjes. Ja, die kunnen smelten. Het gebeurt natuurlijk niet zo heel erg snel in Nederland. Maar goed, er zijn natuurlijk ook mensen die hun producten meenemen op vakantie. En dan kan het wel eens heel erg warm worden in een appartement of hotelkamer. Dus dan zou ik toch wel even opletten dat je de producten die vloeibaar zouden kunnen worden, eventjes in de koelkast bewaard.
Dan alweer de laatste vraag. We gaan er snel doorheen vandaag. Die is van Rosa. Die vroeg zich af, joh, moet je nou een hele bruisbal gebruiken in je bad? Of kan ik hem ook gewoon leuk, gezellig doormidden hakken? Nou, dat doormidden hakken, dat kan. Ik weet niet of je het kunt zien. Ik heb hier eventjes de schattige So White bruisbal. En dan zie je, als je goed kijkt, een lijntje lopen. Als je nou een mesje op dat lijntje zet en je geeft een tik op met een hamer op dat mesje, dan krijg je redelijk netjes een half bruisballetje. Nou moet ik er wel bij zeggen dat ik dat zelf niet doe. Waarom niet? Omdat in principe een bruisbal is gemaakt op een bad. De hoeveelheid zorgt er eigenlijk voor dat het bad ultiem is. Hè? Dus dat de geur goed tot z'n recht komt. Dat de ingrediënten lekker hun werk kunnen doen op je lichaam. En ik vind zelf eigenlijk dat de geur een beetje wat flauw wordt wanneer je niet genoeg gebruikt. Dus ik raad het je eigenlijk niet aan. Je hebt het verder over de Supernova. Daar geldt natuurlijk eigenlijk hetzelfde voor. Ik heb nog wel een tipje voor de Supernova. En dat is, mocht je die gebruiken, voor degene die je niet kennen, dat is een hele grote roze, mooie bruisbal met allemaal gekleurde sliertjes erin. Hartstikke leuk natuurlijk, maar op een gegeven moment ga je uit bad en waar blijven de sliertjes? Nou, die blijven dus gezellig in je afvoer hangen. Dus voordat je het bad leeg laat lopen, gooi je even een zeepje op de afvoer. Nog een zeepje, een zeefje. Het zeepje gebruik je dan iets eerder. en dan blijven de slingertjes gewoon gezellig in het zeepje hangen. En die zitten dan niet in je afvoer. En dan hoeft er ook geen loodgieter te komen. Kan gezellig zijn, maar het kost ook geld in de praktijk. Nou, dat waren ze weer voor vandaag. Mocht je vragen hebben, stel ze dan eventjes hieronder. Op het forum kan natuurlijk ook. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Doei!